Om meer structuur en overzicht in uw document te verkrijgen, wordt er vaak met tabellen gewerkt. Tabellen bestaan uit kolommen en rijen en gaan gegevens bevatten die een lezer makkelijk kan aflezen. Afhankelijk van de kolom of de rij waar het gegeven in staat, kan de lezer bepaalde zaken afleiden uit de gegevens die je voorziet in je tekst. Zo is het bijvoorbeeld interessanter om een tabel te maken waar we mooi de gegevens naast elkaar kunnen zetten en aflezen, dan dat wij al die gegevens onder elkaar moeten gaan schrijven om te gaan bepalen. Uh, wat die gegevens allemaal bevatten. Dus een tabel kan op dat vlak wel heel handig zijn om de leesbaarheid en structuur van uw document te verbeteren. Een tabel toevoegen doen we via menu invoegen. En dan gaan we hier naar tabel en dan kunnen we hier ofwel al kiezen voor een aantal tabeltemplates, ofwel kunnen we zelf gaan kiezen uit hoeveel kolommen en hoeveel rijen onze tabel zal bestaan. Stel, ik voeg een tabel in. Voilà. En ik ga een tabel invoegen van 3 kolommen en 4 rijen. Nu mijn tabel aangemaakt is, kan ik hier gegevens gaan ingeven door in de cellen te klikken of met de pijltjes toetsen te navigeren tussen de cellen en vervolgens in te typen wat ik hier specifiek wil hebben staan. Door op de tabtoets kan ik ook naar de volgende cel gaan en door de shift tabtoets kan ik naar de volgende cel, vorige cel terugkeren. Super handig dus om hier tekst in te geven. Gewoon eventjes klikken in de cel of met de pijltjes toetsen naar de cel gaan. Zo voeg je een tabel toe.